Ik heb nimmer een brief geschreven naar de Vrije Universiteit van Brussel. Meneer Rampersad heeft de brief tegen de heer Ory geschreven naar Brussel en er is een antwoord eruit gerold dat meneer Ory geen recht heeft om een professortitel te mogen dragen. Dus ik denk dat meneer Ory alvast naar zichzelf moet kijken en alvast moet staan in een spiegel en eindelijk moet zeggen: Henry Ory, ik ben een leugenaar. Dat is belangrijk. En niet nu een scenario opwerpen alsof de minister met een complot met hem bezig is. En als meneer Ory met deze minister wil battelen, dan moet hij ballen hebben tussen zijn benen. Dan gaan we in een radioprogramma gaan. Dan ga ik hem 1000 maal in mijn zak stoppen qua mijn praktische kennis. Want meneer Ory is niks anders dan een copycat. Hij leest een paar artikelen, hij leert dingen uit het hoofd. Hij heeft een mooie vlotte babbel en hij doet over alsof hij de professor als de professor is. En ik ben blij dat twee kritische mensen nu in de aanval met elkaar zijn. En het is in dit geval toevallig niet Botswana versus India, het is India versus India. Dus meneer Ory, ik wil u vragen om mij buiten dit te laten, want een leugenaar dat u bent, hebt u al bevestigd. Maar als u met de minister persoonlijk wil battelen, moet u niet alleen naar een radioprogramma rennen. Ik wil u hebben in een boksring. Dan kunnen we over alle onderwerpen discussiëren. Dan ga ik u mors doodslaan als een rat in een ton. En als u me nog moeilijker gaat maken, ga ik die brief publiceren waar ik u heb bedankt als beleidsadviseur. En ik ga het volk wijzen waar u 2 lonen verdiende. Dus u bent in mijn ogen een oplichter en verfrommelaar. Het is geen sinds mij de bedoeling geweest om meneer Ory zo te bespreken, maar het heeft nu echt een mate bij me bereikt waar meneer Ory moet ophouden op mij te vitten als minister en minpunten te zoeken. Laat meneer Ory naar zichzelf kijken. In mijn ogen is het een omgevallen boekenkast, een mislukt product die probeert met titels te strooien om mensen te wijzen hoe geweldig en capabel hij is. Dus meneer Ory, als u niks meer kunt bereiken in Suriname, want men heeft gezien dat u een leugenaar bent, vertrekt u gaarne uit dit land, want uiteindelijk heeft meneer Rampersad u een predicaat gegeven van nep-professor. En mijn ogen bent u ook geen professor. U kunt nog herinneren de laatste brief die ik naar u heb gestuurd met uw doktortitel. Daar bent u in de lucht voor me gesprongen. Maar God heeft me gered om me nu te wijzen wat voor leugenaar u bent. Nou, het is in elk geval trekt ook onze minister van Onderwijs de titels van de heer Ory in twijfel. En dat zegt dus heel veel. We weten niet waar het zal eindigen, zoals ik de woorden van de minister mag gebruiken. Deze soaplijkende disaster tussen de professor Hubert Rampersad en ook nog Henry Ory, wiens titel na de zware aanvallen van Rampersad natuurlijk discutabel zijn geworden. En we hebben dus ook op basis van de reactie en de aanval van meneer Ory, laat dat duidelijk zijn voor de mensen dus die nu hebben ingeschakeld, op basis van de actie van de heer Ory in een programma waarbij onze minister van een aantal zaken heeft beschuldigd, hebben dus de minister op grond van hoor en wederhoor ook gevraagd om een reactie te geven of dit waar is. Dus mensen, nogmaals, het is hier niet het forum dat we hebben geboden aan de minister om te raskallen. Weet u wat ik erg vind, meneer Frippersen? Wat ik de samenleving wil uitleggen. Het is heel erg in Suriname dat er een conflict is tussen 2 professoren die zich professor noemen. En uiteindelijk wordt iedereen van de universiteit erbij gehaald. Meneer Menke wordt erbij gehaald. Meneer Schalkwijk wordt erbij gehaald. Professor Roosevelt wordt erbij gehaald. En wat ik heel erg vind in deze kwestie,
Meneer Ori, je moet je diep schamen. Je moet je diep schamen dat je een universiteit van ons zo te grabbel ook wil gooien. En je wil nog zeggen, mensen zijn trots op je performance. En als dat nog niet zo erg is, dat je niet eens de ballen hebt tussen uw benen. Om naar de minister van Onderwijs te komen en te vragen in hoeverre iets waar is. Maar u begint nu uw hachie te beschermen door te zeggen, de minister is bezig met een scenario tegen u. U moet u diep schamen. U bent een waardeloze wetenschapper. Want een wetenschapper doet uitspraken op basis van feiten. U bent een waardeloos mens. En als dat niet genoeg is, hebt u dagen en maanden het achterste werk van de president willen likken voor functies. En als dat u niet lukt, dan gaat u een regering bekritiseren. In feite, meneer Ori, u bent een ongeloofwaardig mens voor de totale staf van het ministerie. Want als u karakter had, zou u geen twee lonen ontvangen en buiten zitten te schreeuwen hoe mensen corrupt zijn. U bent een corrupteling. En ik heb u gepakt. En dat moet u ervaren. En u moet niet mee door het slijk halen. Want uiteindelijk ben ik minister. En de macht en de kracht en het gezag van het ministerie zit in mijn handen. Als u ooit minister wil worden, moet u wachten totdat ooit uw partij wint. Of dat ooit in 2050 u het kan worden. Maar zolang de NDP er is, zal de NDP regeren over Suriname. En u moet respecteren dat de regering Bouterse aan de macht is. En dat ik een Bautist ben in merg en been. En ik ga mijn president niet laten vallen voor een Pietje Puk, Tjoepie Checker als jou, als mens.